Het Turkse radioprogramma bij de zieke en oudere omroep Ozonop in Emmeloord is vanmorgen zonder verstoringen verlopen. Vorige week kwamen er 2 dreigende telefoontjes binnen bij de omroep, waarvan 1 tijdens het muziekprogramma. Daarin werd gezegd dat het Turkstalige muziekprogramma moet stoppen. De zieke en oudere omroep heeft geen eigen studio meer en zendt nu tijdelijk vanuit een lokale supermarkt uit. Presentatrice Yassim Yilmaz wil vanwege de onrust rondom haar programma niet herkenbaar in beeld gebracht worden. Ondanks de bedreigingen is ze vastberaden door te gaan. Dat is al 3 jaar volgens mij gebeurd. Af en toe komt wel bedreigen. Heb ik nog nooit gestopt. Gewoon door. Ik vind het leuk. Gaat niemand bepalen wat wij uitzenden als we nou iets verkeerd deden? Zou ik zeggen ja, maar we konden er dan nog over praten. Want er valt altijd over te praten natuurlijk. Maar ja, ze doet niks verkeerd, dus waarom zouden we niet doorgaan? Waarom er bedreigingen rondom het Turkse programma zijn, weet Yassim niet. Haar programma draait om de muziek. Ik heb helemaal geen enkel idee. Ik praat niet over de mensen of helemaal geen politiek. Ik hou van alle mensen van de wereld. Ik vind helemaal geen probleem. Uit voorzorg was er vanmorgen wel een beveiliger bij de uitzending. Die is een medewerker van een ander radiostation. Die zei van ja, ik heb hem mijn baas gevraagd. Mag dienst doen vandaag, onbetaald. Maar ja, het geeft ook dat geeft een veilig gevoel. Bas Stuy legde afgelopen week zijn functie als secretaris van de omroep neer. Dat deed hij nadat een brandbare vloeistof tegen zijn huis was gesprenkeld. De voormalige secretaris is nog wel betrokken bij de omroep. Sinds vorige week zijn er geen nieuwe bedreigingen geweest. Al kreeg Bas nog wel een bijzonder telefoontje. Ik kreeg een telefoontje van gelijk met de melding. Ik ben nu uw bedreiger. En sprak ook beter Nederlands, moet ik zeggen. En die wil gewoon sympathie beduigen van dat wij een Turks programma hadden. En daar gewoon mee door wilde gaan. Ja, en dan, dat is toch een hartverwarmend iets, hè. Dat je dan zegt van ja, niet alle Turken, dat wil ik extra benadrukken. Niet alle Turken zijn natuurlijk verkeerd. Hè? Dus 1 uitzondering dan weer. En dan, ja, een of andere dwaas, noem ik het maar. Wie er achter de dreigementen zit, blijft nog onduidelijk.